Maverick is ook weer in de building! Hey schat! Heb je lekker geslapen? Ik hoop het. Ja, alleen ik heb jou een beetje vroeg wakker gemaakt en door een wondje, maar... Ja, daar zijn wij. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Ik ben Roderick Stalman van de Werf. Gezellig. En dat vormen we weer. Familie Stalman van de Werf. Ja, het is vandaag 30 mei. Vandaag gaan we lekker op verjaardagbezoek. En het is nu bijna 9:50. Dus lekker in de ochtend. En ik heb al een ongelukje gehad. Ja, yep. En wij hebben een hele mooie auto vandaag ter beschikking. Dus we wensen jullie wel heel veel kijkplezier gewenst vandaag met alles wat we gaan doen. Ja, yeah, nou, ik heb eitjes erop. Ik ben nou broodjes aan het maken. En ik neem ook nog andere dingetjes mee, ook voor onderweg, weg. En we hebben, wat ik al zei in de intro, de hele mooie luxe auto onder onze rit. Ja. Yeah. Die wij in principe anders niet kunnen betalen. En dat is een dikke BMW. Ja, maar die krijgen jullie wel even zo meteen te zien in de vlog. Ja, gezellig. Nou, ik ben dus al klaar met mijn broodjes. Roderick is alweer onderweg. Hij wil sowieso een eitje. En daarin zit knakworstjes in deze, kijk. En dan wil hij ook mee. En ik heb even al deze puntjes, 12 tarwepuntjes al doorgesneden, zodat hij zo meteen, als hij weer thuis is, kan hij weer gelijk door met smeren. Is toch handig, jongens? Dan ga ik even lekker op balkon zitten. Dat is leuk. Even lekker genieten van het mooie weer die we nu weer hebben. Heerlijk. Wij mogen niet klagen. Nee. Eén, of het is in principe altijd te warm voor ons, dus dan klagen wij. Of het is te koud, dan klagen we ook. Als het te veel zon schijnt, dan klagen we ook. Als het te veel regen is, klagen we ook. Dus het is voor ons Nederlanders eigenlijk gewoon nooit goed. Dus waarom klagen wij eigenlijk? Ik weet het niet. Waarom? Waarom klagen wij Nederlanders zo vaak over het geweldige mooie weer? Of als het regent, schijtweer. Of hondenweer. Waarom? Die vat ik niet. Waarom? Maar oké, misschien dat jullie ook mij daar een beetje duidelijkheid in kan geven. Ja, maar ja, niemand die vindt het leuk om door de regen heen te lopen. Eigenlijk, niemand. Er vindt ook, sommige mensen kennen gewoon niet en tegen warmte zoals ik en Roderick. Dus ja, dan ga je toch wel denken, klagen. Ja, maar ja, als je hond dieren hebt, dan moet je naar buiten. Ja, het is eenmaal zo. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Nope. Dus dat, ja. Waarom klagen wij gewoon? Weet ik niet. Roderick is ook weer in de building! Hey schat! Heb je lekker geslapen? Ik hoop het. Ja, alleen ik heb jou een beetje vroeg wakker gemaakt en door een wondje. Maar dat maakt niet heel veel uit. Ja, dat heb je eenmaal als je katten hebt en je gaat s'avonds nog wat bakken. En je gaat iets niet afsluiten, zoals voor een speklapjes. En ze hebben één speklapje kunnen jatten. En nou, dat is niet meer. Dus nee, maar toen is er dus ook wat gevallen en er was een bekertje. En daardoor heb ik dus nu een kleine schaafwond op mijn dikke teen. Dus ja, en dat blijft doorbloeden. Dus ik heb nou gewoon lekker charmante klompen aan. Ja, ik zal me zo verfilmen, vind ik leuk. Charmante klompen aan, is leuk. Handig. En dan heb ik wel gewoon mijn schoenen mee, maar ja. Het is even niet anders om toch een beetje te kunnen luchten. Dus in de auto zal ik ook gewoon lekker mijn klompen uitdoen. Nou, waar zijn mijn mooie charmante klompen? Daar! Yeah! Ja. Die lag namelijk bij de grofvuil. Dus ja, ik vond hem wel leuk. Ik denk, hé, ja, grofvuil, ja. Nou ja, iemand en die wou hem wegdoen. Dus ik had zoiets van, ja, nou, die is wel handig. Is lekker. Dus die mocht ik lekker houden. Dus... Dankjewel. Ja, nou, ik denk, nou, dan ga ik vloggen. En nou, staat hij gelijk even ook op pauze, zie ik. Hey. Ja.
Want we hebben dus nu een leuke leenauto. Wat ik dus al eerder heb gezegd. Maar normaal dan zit ik helemaal ergens zo. Dat is handig, dit. Dus ja, dat is wel leuk. Leuk, hè? Bijzonder handig zelfs. Hoezo? Lekker bij elkaar zitten. Zo net weg. Nu wel, ja. Met deze hele mooie toeters en bellers. Kijk, dat is handig, toch? Dus, maar hoe vind je deze auto rijden? Want wij hebben deze auto op en op het oog. Ja, dat weet ik. Het is een diesel. Ja. Maar deze diesel mag overal komen. Oudere diesels niet. Maar deze dus wel. Ja, en het is gewoon een lekkere een gezinsauto, weet je. Dus ja. Dus, maar het is wel handiger dat hij gewoon echt op pauze gaat. Als ik dus ga vloggen. Sowieso. Wat is hier in één keer dichtbij? Ja. Een pakje gewend. Echt. Een heel stuk smaller. Nou ja, ik laat jullie wel even zien welke mooie neus wij hebben. Nou, wij hebben dus een hele mooie neus, wat jullie wel kunnen zien. En ik ga even kijken of ik Rood niet belemmer. Kijk, en dat is de hut die Rodus heeft. Rood die rijdt dus nu 66. Ja, dat is een beetje te knipperen. Ja, maar dat maakt niet uit. Nou, we hebben hier dus een hele mooie... Mooie flitspaal hier, ja inderdaad. Sowieso. Het is nu bijna 1 uur. Nou, even kijken of dat klopt. 1 uur. Ja, dat klopt inderdaad. Helemaal correct. Nou, we hebben dat is eigenlijk aan Jennifer Lopez. Maar ja, hè, ik ga vloggen. Dus dat is even wat anders. En dan zet hij een pauze. Nou, en dan hebben we dit helemaal mooi. Een hele mooie achterbak. Ja. En dan hebben we nog dit. Hoe mooi kan het leven zijn? En ik heb dus ook nu een achteruitkijkspiegeltje van mezelf en vanuit de auto. Rodi heeft een mooi achteruitkijkspiegeltje. Maar wat zei jij nou over de spiegel? Het is niet gezichtsbelemmerend, toch? Ja, deze niet. Nee. Je hebt dermate hoog dat ik het kan zien allemaal. Dat is mooi. Dus ja, en deze vind ik leuk. Ja. Dat is echt iets van goed op de raam houden. Oké. Okay. Want? Het is waarschijnlijk dat er verkeerslicht aankomen. Weet ik hoe je dat ziet. Met dat ding, denk ik. Oh, voet van het pedaal halen, zegt hij. Oké. En dan stopt hij ook, hè? Gelijk, hè? De motor slaat af. Maar hij houdt nog wel, onthoudt wel van ook weer starten. Ja, dat is leuk. Omdat ik de rem nu heb ingedrukt, zet hij de motor uit. Rem weer af en motor weer aan. En ik kan gas geven en wegrijden. Lekker, hè? Dat spaart weer benzine. Maar dat bespaar je toch, want het is een diesel. Ja, dat is handig. Dus dat, jongens. We zijn lekker naar Den Helder toe. En we nemen jullie gezellig mee. Dat sowieso. Nou, we zijn er bijna. We zijn nu eindelijk in Den Helder aangekomen. Naar een behoorlijke pokken en het omrijden. Het was ergens een ongeluk gebeurd. Dus we hadden... En dus ik had mijn moeder ook al gebeld. Mijn mam. Zo en zo is het geval. Zo meteen rechtdoor. En nou ja, we zijn er bijna. Alleen helaas mogen we dus niet vloggen bij mijn oom en tante. Dus ja, dat respecteren we dan maar weer. Dus, maar we hebben wel nog eventjes bij Budgetfood in Julianendorp wat gehaald. Ook voor Bonno. Maar ja, want Bonno, dat is voor mijn oom heel erg belangrijk. Dus ja, we zouden zeggen tot later. Dus tot vanavond.
Nou, deze mooie auto achter ons, die hebben we nu dus ter beschikking. Hij is mooi, hè? Ja. En in deze wijk heb ik dus gewoond. Niet deze woning, maar even kijken, zit ik nou goed? Ja, met het roze wat je hier zo ziet, hierachter. Nee, als je gaat kijken op en op de camera, schat, dan zie je precies waar ik dus aanwijs. Mm-hmm. Hier in deze huisjes heb ik dus gewoond met dat roos. Mm-hmm. Ja, en dan hebben we hier dus een snackcorner hierachter. En nou is het lekker leeg, dus je kan hier dus nog lekker vloggen. En dan hadden we dus hier, hebben we dus een school gehad. Maar dat zijn dus nu allemaal woningen volgens mij. Dus ja. Dus, maar ik laat jullie nu even een keer wat meer overdag. 'S Avonds, het is nu al 9:15 inmiddels. Dus we zijn nog niet thuis, nee. Maar ja, dat maakt even allemaal geen donder uit. Nee, voor mij niet. Maar ik wil even kijken en bij de paardjes. Paarden, ja. Dus ja, komt helemaal goed. Maar de verjaardag was leuk. Mijn mama die was erbij. Bonno was ook heel blij om ons te zien. Rijke die was heel blij om ons te zien. Dat hebben jullie ook kunnen zien in de vlog dat we even met die twee op de dijk was. Rijka is ook voor het eerst los geweest. Is leuk. Ja, lopend. Huh? Gewoon loslopend over straat, zeg maar. Ja, loslopend. Niet op het veldje. Nee, maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Dus ja, heel veel kijkplezier met de natuur. Maar je zou hier maar wonen. Lekker. Maar nee, hier ga ik niet wonen. Nee. Ja, het is wel lekker van de dames. Ga maar lopen of zo. Ja, maar... Maar nu voel jij je ook niet zo beroerd, hè? Maar wel wat zeker. En dat we hier toen liepen, toen was het gewoon echt 's avonds en toen was het gewoon nog donker. Want hier op het end. Dit sportveld is afgesloten in verband met corona. Corona komt niet hetzelfde op hoor. Als je eentje hetzelfde opgaat, dan ligt dat rijtje. Oh nee joh. Dat is zeker ook. Huh? Dat is zeker ook afgesloten. Ja. Van de jongens die voetballen hier van Ilon. En dan heb je daar op het end een bankje en je kon er altijd doorheen en door de duinen, maar dat kan dus nu niet meer. Dit is mooi, hè, schat. Ik heb mijn zonnebril op voor, en voor al die vliegjes. Oh. Er is licht aan de einde en van de tunnel. Huh? Is mooi, hè, dit, hè? Ja, is goed. Is prima. Ik
Even kijken of er nog de paardjes in de hand zijn. Vind ik leuk. Die fietsen? Weet ik niet. Ja, nou ja, helaas waren ze dus er niet. Jammer. Ik vind het ook jammer, jullie waarschijnlijk ook. Maar ik hoop wel dat jullie ook zeer zeker hebben genoten van het mooie natuurgeluiden. Van het, ja, van de duin even, hè. Een kleine preview. Dus, ja. En hoe vond je het bij oma Koen en tante Gerrie? Zelle. Ja, dat is mooi. Daar ben ik blij mee. We komen nu een heel groep jongelui tegen met een hond. Ook leuk. Ook leuk. Heel erg leuk. We gaan dus nu weer richting auto. Dus ja, komt allemaal weer goed. Avond! Kijk, dat zijn de jongelui. Jullie komen er mooi op hoor trouwens. Op en op YouTube. Karen is met de zee van der Werf. Ja, hoi! Willen jullie nog en nog een shout-out doen en naar iemand of zo? Nou, kom even erbij. Kom even erbij dan. Tuurlijk. Natuurlijk niet. Niet. Karen is met de C van der Werf. En met de enkel F. Helemaal top. Hoi. Zo, dan komen ze toch op, jongens. Een shout-out naar jullie. Scheelt weer. En dit is gewoon mijn oude wijk. Ja. Zoveel veranderd. Ik zal het nu even goed laten zien. Dit is dus een food corner. Heb je daar allemaal huisjes. Nu in het geel. Dan heb je daar dus in het roze. Dus ik zal even inzoomen zo voor jullie. En dan. En met de bus even kijken. Dat. Even kijken hoor. Hier heb ik dus niet gewoond, maar de tweede waar die schutting staat. Bij die boom eigenlijk. Schuin, ja. Want deze boom die staat aan deze kant, dus eigenlijk moet je zo schuin kijken. Daar heb ik dus gewoond. Jip. Zo. En dan gaan we weer naar onze mooie auto. Ja, mooie auto. Toch, schat? Dat dacht ik. Moet ik hem even open doen? Zal ik hem even open doen?
mooieauto's.nl. Wat, en wat vinden jullie van onze mooie leenauto? Hij is toch nice? Hij is toch mooi? Lief, ga lekker zo doen of zo. Hij is toch perfect, jongens. Wauw. Ja. Ben je er blij mee? En wil je dat en dat dit onze auto wordt? Huh? Ik denk een beetje aan de prijs. Ik denk een beetje aan de prijs, maar het ziet er prima uit. Ja, dat, en dat wou ik zeggen, ja. Ja, nou, we zijn gisteren helemaal vergeten om een vlog af te sluiten. Dus dan gaan we dat nu maar even doen. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En reageer even. Want dan krijg je ook een leuke reactie weer terug. Dus dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende vlog maar weer.